Hallo jongens en meiden, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag een lekker wat rustigere training, zoals ik dinsdag al had gezegd. Vandaag hebben we een hoekentraining, dus vooral letten op je kniehoeken, enkelhoeken en heuphoek. Dat je echt goed in die 90 graden hoeken gaat zitten. Gebruik vandaag zeker je telefoon of je filmcamera, zodat je kan kijken naar jezelf, hoe je zit. Daarnaast belangrijk drinken te hebben. Het is erg warm, zoals jullie gemerkt hebben. En belangrijk dat je ook insmeert, want ik ben afgelopen weekend afgebrand geweest. Dus water, zonnebrand en de plekje waar schaduw is. Je kan in de zon gaan trainen als je echt lekker bruin wil worden. Maar ik word best wel snel rood, dus ik ga lekker in de schaduw trainen vandaag. We gaan naar de eerste oefening toe. De eerste oefening is een schaatspas. Die lijkt op de schaatssprong die we al een aantal keer gedaan hebben. En die lijkt ook wel een beetje op de schaatspas die we in de warming-up doen. Maar deze is iets meer gericht op het schaatsen. Hele lage intensiteit. Heel erg goed diep in die hoeken gaan zitten. Dus ik ga hem voordoen. Eronder staat weer hoe vaak je hem moet doen. De tweede oefening die we gaan doen, dat noem ik de Sven Kramertjes. Het is eigenlijk een serie van sprongen en diepzitten. Ja? Die serie die doen we 3 setjes achter elkaar. Je hebt geen rust tussen. Het bestaat uit 10 streksprongen en dan 10 seconden zitten. Dan ga je weer 10 streksprongen doen, 10 seconden zitten, 10 streksprongen, 10 seconden zitten. Dan heb je je Sven Kramertjes gedaan. Je hoeft die niet 3 keer te herhalen. Het zijn 3 setjes van zitten en sprongen. Ja, ik doe hem weer voor. Kunnen jullie hem daarna na doen? Taking trips, cause I never tripped on what they said. If you speaking from your heart, they say you're gonna aim for your head. Haters gonna mess with your vision, keep you up laying in bed. But no, you gonna do this for you, cause you never did this for them. Sword was the mightiest pen, you lifted it right out the stone. Destiny's choosing you, cause the blade was made for you to own. Words cut deeper than any blade that a smith could mold. First person reference, swung it reckless in my adolescence, so I should know. Oefening 3, die is heel erg rustig, ja. Doe deze op kwaliteit, niet op kwantiteit. Het zijn kabouterpasjes. Ja, belangrijk hierbij is dat je zo diep mogelijk gaat zitten en dat je zo klein mogelijk pasjes maakt. Je pasjes zullen ongeveer half voetje zijn. De hele tijd half voetje, half voetje, half voetje. Dit doen jullie 20 seconden, daarvan 3 setjes. Ja, neem er tussendoor weer lekker veel rust. Schud je benen even los, want deze kan je gaan voelen. Took the heat right out the air, every breath was cold. But now I know, negativity toxic, it's drop kicks in a mosh pit. Every day is Halloween. De vierde oefening, dat is een lage looppas. Hiervoor heb je een groot stuk asfalt nodig, of veld, waar je dit op kan doen. Want hierheen ga je aardig ver vooruit. Ja? Je probeert in je schaatshoeken te zitten en steeds een sprongetje te maken met 1 been naar voren. Daarbij land je de hele tijd in je basishouding. Zo. En dan ga je weer door. Probeer de hele tijd zo laag mogelijk te zitten en zo groot mogelijke passen te maken. Skeletons in my closet, monsters under my bed. They trying to get in my head till I wake up in the morning and forget what they said. So don't listen to nobody. Oké, om deze training af te sluiten gaan we nog even wat buikspieren doen, zodat je weer sterk bent en goed bent in je core. En daarna zijn we weer klaar. De oefeningen ken je als het goed is al. Body sometimes even yourself, cause the darker parts of the mind aren't too eager to help. So just know. They gon' try to hate on you, just ignore everything they say. Such a vice, such a gift, such as mine, such a movie, such a script, such a trip. I just flew overseas to meet the whole damn team. Would have never got. Dit was het weer voor vandaag. Hey, lekker getraind, hopelijk.
blijven jullie filmpjes doorsturen naar mij. Ik heb al van de afgelopen 2 keren heb ik niet zoveel gekregen. Dus blijf ze doorsturen, want dan kan ik jullie ook helpen. Ja, jullie kunnen deze trainingen natuurlijk gewoon voor jezelf doen. Maar als je echt beter filmer wil worden, blijf ze lekker doorsturen. Ik zie jullie de volgende keer weer.